Vertel het maar over de wagen. Dat is altijd het beste wat je... Ja, vriend, ik ben dus de laatste boekhandler van Antwerpen die nog leeft, die zo oud is geworden hiertoe. Ik ben nu 83 en ik ben 51 jaar boekhandelaar. Dat wil zeggen, ik ben begonnen in 1962 met een winkel. En ja, ik ben er voor toe een week nog en ik koop hier te zullen sterven. Hè. Dat is een decor om in te sterven, dat je zegt, oké, je kunt niet beter doen. Je kunt niet beter sterven als tussen de boeken. Ja. Dat is waar. En heb je veel klanten gehad vandaag? Iene. Voor een bedrag van 20 euro. Ja, dan moet ik nog iets kopen ook. Ja, moet je dat niet. Hé? Je moet je dat niet. Als je een goeie kopenboek hebt, dan wil ik altijd wel. Heb je het vliezoos al? Het vliezoos heb ik nog niet, nee. Ja, dan heb ik het vliezoos al aan. Een boek van 5 euro. Dat heb ik nog. En dat is een boek van Jan Lampo. Jan Lampo, dat is... Oh, dat is een goeie, hè? Dat is van Hubert. Dat is een historicus, hè? Ik heb ze allebei graag. Met dat magisch realisme, of wat? De zoon schrijft noodzakelijk over de geschiedenis van Antwerpen. Dat is goed, hè? En de vader was een man van de Zeterie, hè? Die heeft dus boeken geschreven over Stone Age, dat weet ik allemaal. Ja, ja. Zwanen over Stonehenge, dat herinner ik me nog. Heb jij die niet? Ik denk dat ik die een heb. Interessant, hè? Dat is een interessante vent ook, hè? Hij lijkt mij een van de hoofdredacteurs geweest van Bres. De Bres, ja, dat weet ik nog. Ik heb nog al die Bressen, dat weet je, hè? Ja, ik weet het. Maar ik mankeer er nog een stuk of... Een stuk of 15. Oh ja, ik dacht een stuk of 20. Of 20, ja. Dan moet ik per toeval eens opvallen, hè. Ja, als ik de nummers krijg, dan kan ik hier voor mij kijken. Zo, maar dat zijn eerst allemaal van die eerste nummers dat je moet hebben, hè. Die zijn het moeilijkste, hè. En ook het duurste, hè, want... Daar wordt het 50 euro per stuk verbrouwd, die eerste. Op internet, hè? Ja. Ik kan deze dicht doen. Wil je nog iets tegen de zoon zeggen? Voordat hem hier komt? Ja, we moeten wachten, hè, want het is al misschien nog maar eerst een half uur hier verschijnen. Zo. Ja. Goed, Marcel. Een van de dagen breng ik u een goede foto. Ingekaderd. Ingekaderd nog wel.